Rebecca Floor. Waarom? Oh, wat? Wat is de bedoeling van de pindakaasvloer? Oh, wat? Ik wil graag weten hoe u op het idee gekomen bent. Hoe komt u aan het idee om pindakaasvloer te maken? Hoe komt u? Hoe heb je het bedacht? Hoe kom je aan al die ideeën? Waarom ga je zo'n pindavloer doen? Je moet alleen maar op het idee komen. Hello, I'd like to know about peanut butter. I very much like it. I think it's a very, very nice substance. What's your idea to do? And to make a sculpture of it fills me with immense joy. It tells you a lot about the fragility of life. To make art with peanut butter. Hoe bent u op het belachelijke idee van die pindakaasvloer gekomen? What's the meaning of the peanut butter? And I'd like to know what the intentions of the artist were. Thank you very, very much for listening. Dat weet ik niet goed. Weet ik niet. Dat weet ik niet. Hoe ik daarbij kom. Geen idee. Geen flauw idee. Ik weet het eigenlijk niet. Weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet. Of ik weet het niet meer. De vraag heeft jou eigenlijk meer. Of die vraag maakt het bezit van jou. Of die vraag die laat zich door jou. De vraag is dan natuurlijk. Wat is de vraag? If there is any intention. Is that I don't have any specific intention. Omdat ik het een leuk idee vond. Ik dacht ineens, dat is leuk om pindakaas op de vloer te smeren. Meer is het eigenlijk niet. En het is wel leuk om dan te zien dat het wel gebeurt ook. Dat is prachtig. Dat je denkt, zoiets geks. Om het mooie ervan, om het interessante ervan, om het te verbazen over die vloer. Nou, omdat het me wel leuk leek hoe dat eruit zou zien. Hoe komt het dat je er bent? Ja, op een gegeven moment tref je jezelf aan, dan ben je er. Kijken naar iets wat eigenlijk heel gewoon is. I'm afraid there is no such a thing as a meaning of the peanut butter on the floor. It's just there. And it has an effect on you. And it has that effect on you that you asking me what's the meaning and somebody... gives his mother all his love by greeting her and Mom. So on and what's that?